Hey, en als jij nou met je winkel een schoen zou mogen maken? Dat gaan we doen. Serieus? Ja. Wat gaan jullie doen dan? Met Dior en Nike. Maar bijna wel. Nee, we hebben een goede vriend van de winkel. Die is creative director dingen. Spullen. Bij Scapino. Bij Hup Footwear. Echt? Bij Hup. Ja. En die is, dat is Haags. En ik ben de eigenaar van Hup ook al uit. Dat is vroeger begonnen met een soort tennisschoen. En daarna hebben ze dubieuze sneakers gemaakt. Maar die zijn langzaam aan het aanklampen in het middenhoogsegment. Met wel serieus tof schoenen. Een beetje zoals Fetja en zo, wat je nu veel ziet. Weet je, dus een betaalbare, maar wel goede sneaker. En die had ons eigenlijk voor een brainstorm sessie benaderd hoe zij hun schoenen in de markt wilden zetten. Dat ze uit het Scapino, ik weet niet of ze Scapino, vast niet. Hij gaat wel luisteren, dus daar ligt hij niet. Nee, het lag ook maar, sneakers. Maar Nelson en weet je, die ketens. En hoe ze wat toffers willen maken. En eigenlijk dacht ik toen van, waarom gaan we niet een collab doen? Want er zijn, als je dat voor jezelf mag zeggen, veel winkels in Nederland die naar ons kijken, wat wij doen. En dan dat het ook heel tof kan zijn. Dus we hebben eigenlijk gewoon een wit leer, heel clean, beetje off-white wordt die. En dan hun nieuwe model. En ook heel simpele branding. Het logo van Beretta is een kroontje, wat Pieter Keizer heeft die ooit voor ons gemaakt. Dus het kroontje komt hier op de heelpad. En dan wordt hij dus in een colorway die er niet is, maar voor ons wel. En dan op die leestips, daar komt ons logootje in. En het komt voor jou gedaan in een dustbag. En weet je, dus gewoon met een t-shirtje erbij. En gewoon een pakketje wordt het voor een goede prijs. En dat gaan we lanceren. In april, denk ik. Oh, ja. Begin april.